Zondag gaat Heerenveen op bezoek bij Roda JC. De Limburgers bezetten de 14e plaats en hebben slechts 3 punten minder dan Heerenveen. Ja, we moeten in ieder geval gewoon een goed resultaat halen om even van deze plek af te komen. 34 punten, ik denk dat je 37-38 nodig hebt om echt veilig te zijn. Nou, dat is 1. En 2 is, je speelt ook voor de eer, hè? Dus je speelt niet voor de katzenstaart, maar je wil ook gewoon goed voetballen en goede resultaten halen. Ja, natuurlijk is het heel belangrijk. We hebben nog 6 wedstrijden en we hebben met het team afgesproken dat we proberen gewoon goed mogelijk eindigen. En natuurlijk, Roda is in tegenstander tegen wie kunnen winnen. Dus we moeten gewoon onze best doen en 3 punten pakken. Ze staan er wel goed op, moet ik zeggen. Ze trainen goed. En de beleving is prima, is wel eens slechter geweest. Heerenveen wil dus snel definitief in veilige haven zijn. Om van daaruit te kunnen bouwen aan het team van volgend seizoen. Foppe de Haan is daar alvast mee begonnen. Daar ben ik wel mee bezig. Ik ben aan het kijken van wat voor positie en hoe gaan we met Larsson om. Wat is de beste positie van Arber? En hoe krijgen ze nou aan de praat dat ze het gevoel hebben van dit past bij mij. Nou ja, daar ben ik echt naar aan het zoeken. Nou ja, en ik heb het gevoel dat we daar wel steeds dichterbij komen. En er moet wat achterblijven. Er moet stabiliteit achterblijven. Hoe staat het achterin? Hoe is het middenveld? Wat hebben we beschikbaar? Nou Streppel als hij komt, dat in ieder geval zover is dat 80% van het geheel duidelijk is. Iemand die nog niet beschikbaar is, maar wel meetraint, is Quincy Owusu-Abiy. Ja. Ja, hij traint nu een aantal weken mee. Hoe doet hij het tot nu toe? Ja, hij doet best redelijk. Alleen hij heeft helemaal niet gespeeld. Maar dat kan ook niet, want hij mag in de competitie niet spelen. Dus we moeten een keer een oefenwedstrijd organiseren met het belofteteam. Dat hij een keer voetbalt. Hij is wel steeds fitter aan het worden. En het is een prima jongen. Hij doet hartstikke aardig mee. Hij is heel plezierig. Ja, we zullen zien hoe het loopt. Hè. Maar ja, het is voor hem een avontuur, het is voor ons een avontuur. Heerenveen zal zondag revanche willen nemen voor de uitschakeling in de beker bij Roda JC eerder dit seizoen. Kenneth Otiba verwacht dan ook veel strijd. Net zoals bij de andere wedstrijden, ze willen gewoon alles geven. En natuurlijk, als we goed in de wedstrijd zitten, dan dat is geen probleem voor ons. Maar ja, dat is keihard werken en daarna hopelijk kunnen we winnen. Echt vechten, vechtvoetbal, nou, dat verwacht ik daar ook. Ik verwacht echt vechtvoetbal, dus we krijgen het is een potje we zullen echt aan de bak moeten. Nou ja, dan ben ik ook benieuwd hoe we daarmee omgaan. Ja, ze zijn niet beter dan wij. Hè? Dus in die zin is de stand wel zoals hij is. Ik denk dat wel klopt. SC Heerenveen speelde in de Eredivisie 22 keer eerder in Kerkrade. Maar slechts 6 keer wist Heerenveen in Limburg 3 punten te pakken. Roda JC is een echte angstgegner. De helft van de wedstrijden wisten de Limburgers te winnen. En daarnaast knikkerde de Koempels SC Heerenveen de laatste 2 seizoenen in eigen huis uit de KNVB-beker. Voor Heerenveen is Roda JC uit de verwegst gelegen uitwedstrijd van het seizoen. Alleen FC Groningen zit langer in de bus naar Kerkrade. In 1997 wist Heerenveen voor het eerst te winnen in Kerkrade. Schot zit ernaast. Ja, natuurlijk. Van Nistelrooy, schuivertje en een makkelijk intikkertje El Khattabi. En het is een doelpunt volkomen tegen het wedstrijdverloop in. El Khattabi nog maar even in deze wedstrijd en scoort zijn 4 goal al van dit seizoen. Komende zondag is het precies 12 jaar geleden dat Mieke Feirine in de 88e minuut SC Heerenveen de overwinning bezorgde. Zijf dan. Geen buitenspel. Feirinen en daar gaat de goal vallen. 1-0 voor Heerenveen. Mika Feirinen. Eikrem. Terug naar Fien Bogason zou kunnen. Of hetzelfde doen in de korte hoek. Het is 1-0. Heerenveen leidt. De laatste ontmoeting in de Eredivisie was in 2013. Toen werd het een spectaculair gelijkspel. En daar Donald. En dan zit hij toch eigenlijk wel. Nemets, ja, het staat 2-1. Fien Bogason zou toch wel een keer scoren. Ja, nu, ha, niet normaal. Het is niet normaal. Zijn 9e van het seizoen. Zie je echt links, ja goed, Van den Berg in de corner. Ja, het is 3-2 voor Heerenveen. Van den Berg. Hupperts,
Hupperts. En hij zou het verdienen. En hij maakt hem ook. Tot slot vonden wij dit als redactie de mooiste goal. Tijdrap op een mooie positie voor Mika Nurmela. Ja, daar bekeek Hoorda zich toch op die bal. En zo staat het toch, mag ik zeggen, vrij verrassend plots in 3-1. Prima vrijtrap van Mika Nurmela. De wedstrijd begint zondag om 14:30.